Ik heb dit verhaal eigenlijk verzonnen naar aanleiding van veetransporten op de grote weg die ik passeerde. En daar zag ik onder andere een behoorlijk aantal koeien op transport. En deze meiden, dacht ik, die gaan er eens een gezellig dagje uit van maken. En naar aanleiding van deze ontmoeting heb ik dit verhaal eromheen gebreid. En het verhaal gaat als volgt. Een dagje uit. Daar sta je dan. 11 jaar oud en ontelbare liters later. Met halfvolle uiers een gesprek op te vangen tussen boer en knecht. Dat het een aflopende zaak is. Ze geeft te weinig, wat ze er ook mee bedoelen. Maar de belofte dat een aantal dames en ik morgen worden opgehaald met een truck om de melkfabriek te bezichtigen en met eigen ogen te aanschouwen waar onze witte motor blijft, komt me erg vreemd over. We hebben er tenslotte lang genoeg over gezeurd. En nu ineens, na klachten over de melkproductie, gunt hij ons dit uitje.